In de raadzaal van de gemeente Tiel werd donderdagavond stilgestaan bij de gebeurtenissen in Parijs op woensdag 7 januari jongstleden. Ruim 100 belangstellenden waren aanwezig om gezamenlijk 2 minuten stil te staan en te luisteren naar verschillende sprekers, waaronder vertegenwoordigers van de 2 moskeeën in Tiel, theaterdirecteur Ruud van Zuilen en burgemeester Beenakker. Een belangrijk grondrecht waar wij heel lang heel erg voor geknokt hebben in onze wereld, in Nederland, om vrijheid van meningsuiting te krijgen. En dat hebben we en dat laten we ons niet afnemen door een kleine groep idioten die daar een aanslag op pleegt. We laten ons ook niet uitlokken of provoceren tot polariseren. Want dat zou een andere reactie kunnen zijn naar deze aanslag. Laten ons niet provoceren om te polariseren. Dit is een kleine groep gekken die dit doet. Dit zijn niet de moslims of de islam, maar dit is een kleine groep gekken die helaas wel in naam van de islam dit doet. We zijn in de raadzaal, we hebben het ook bewust in de raadzaal gedaan vanavond, omdat dit ook de plek is van, centrale plek is van onze lokale democratie, waar wij hier onze mening naar elkaar kunnen uiten, vanavond nog straks in de commissiebestuur, waar we het gewoon met elkaar oneens kunnen zijn. Dit is ook de geboorteplek van Johan Derk van de Kapelle van de Pol. Dat zegt u misschien niet allemaal zoveel. Maar we gaan komend jaar een monument voor onthullen. Hij is geboren op deze plek in 1741. En waarom noem ik hem? Omdat hij eigenlijk de eerste voorvechter in Nederland was van de vrijheid van meningsuiting. Nou, hoe toepasselijk is dat nu, vandaag, gisteren en vandaag. En wij gaan er aandacht aan besteden het komende jaar. Dat waren we dus al van plan, met een monument, maar ook... En de Oudheidkamer en de gemeente hebben het gezamenlijk opgepakt met een jaarlijks debat en lezing in het kader van democratie en vrijheid van meningsuiting. Dus daar gaat u komend jaar nog veel, als het goed is, van horen. Het is belangrijk om voor onszelf ook in deze tijd nu na te gaan van waar staan we nu zelf. En daar vind ik het zo mooi dat iedereen nu zijn stem laat horen. Want ook als Tielenaren staan we voor die vrijheden. Staan we voor de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van meningsuiting, voor het uitwisselen van ideeën en waarderen we het enorm dat we met elkaar in gesprek zijn. Dat we met elkaar het debat kunnen voeren, dat we met elkaar oneens kunnen zijn. En ik wil ook vragen om, waar ik mee begon, laat dit niet de provocatie zijn om tegen elkaar op te laten staan. Om een provocatie te laten zijn, om te polariseren. Laten we daar afstand van nemen, laten we de rust bewaren. En met elkaar de weg blijven gaan die wij in Nederland met elkaar gaan. Dames en heren, goedenavond. Namens de leden van de islamitische vereniging El Hassani Moskee. Wij zijn diep geschokt door de barbaarse en een LAVO-aanslag in Parijs. Op mensen van het weekblad Charlie de Hebdo. Het is een misdaad tegen de mensheid. Het is aanval op onze democratie, vrede en vrijheid. Voor zover ik weet, is geen moslim blij mee. Wat er gisteren in Parijs gebeurt, is stadver van de islam. Onze moskee neemt afstand van zulke terroristische daden. Want ons geloof gaat over barmhartigheid. Het is onwerkelijk. Je ziet iemand politieagent afschieten. Je ziet mensen wegvluchten over daken. Ik heb geen woorden meer. En dank u. Ik was gisteravond, net als jullie allemaal, erg geschokt bij het zien van de beelden uit Parijs. Maar vandaag ervoer ik eigenlijk nog een soort van schok bij mezelf, kleiner. En dat was de schok na dat telefoontje, dat ik dacht, oeps, wat ga ik nu zeggen? Wat durf ik te zeggen? Want daar gaat het hier om. Wat durven we nog te zeggen?
Waar durven we in alle openheid en vrijheid voor te staan? En ik dacht toen direct, was in een fractie van een seconde, aha, zo werkt het dus. Zo werkt zelfcensuur. Maar, lieve terroristen, beste mensen, ik ben helemaal niet van plan om iemand te beledigen. De profeet, God, de paus of Boeddha. Ik wil alleen kunnen leven in een vrije en open samenleving. Waarin iedereen kan geloven en voelen wat hij of zij wil. En waar iedereen binnen de wettelijke grenzen kan zeggen wat hij wil. En ik schrok ook van sommige reacties in Nederland. Van politici, niet bij naam te noemen hier. Die het gelijk hadden over oorlog. En ik dacht, dat is precies de reactie die deze mensen willen. Hoe gruwelijk deze daden ook zijn, er is maar één reactie. Die echt een antwoord is, reageren als een vrije, open samenleving met dialoog. Met de vrijheid van woord en van pen. En dus niet met hysterie. Met haat. En zeker niet met grove generalisaties. Burgemeester Beenhakker, van waar deze bijeenkomst? Nou ja, vanwege de aanslag gisteren in Parijs. Een terreuraanslag. Zoals wij dat echt voelen op de vrijheid van meningsuiting. Een aanslag op onze vrijheden in onze samenleving. Maar ook natuurlijk om de slachtoffers te herdenken van deze vreselijke aanslag. Mijn collega's in Rotterdam en Amsterdam hebben de burgemeester opgeroepen om dat in hun gemeente ook op iedereen op zijn eigen manier iets te organiseren. En daar heb ik graag gehoor aan gegeven. Dus vandaar deze bijeenkomst. Merkt u dat dit ook leeft in de Tielse samenleving? Jazeker. Ik heb enorm veel mensen gesproken vanmiddag die dit enorm geraakt heeft. Ik heb vanmiddag ook een overleg gehad met Turkse en Marokkaanse delegaties van de moskeeën, van de verenigingen. Dat heb ik gedaan enerzijds omdat ik ze gevraagd heb om vanavond te spreken. Anderzijds ook omdat ik het belangrijk vind, ik heb het vanavond ook gezegd, dat we ons niet moeten laten provoceren tot het polariseren, tegen elkaar opstaan. Dit is niet de islam die deze aanslag gepleegd heeft. Dit zijn een paar gekken, een paar idioten. Die helaas in de naam van de islam dit roepen en dit doen. Maar nogmaals, dit zijn niet de moslims die dit doen. En wij mogen ook nooit nu met de vinger naar elkaar gaan wijzen. Het is belangrijk om de rust te bewaren. Eensgezind, onverzettelijk, te strijden voor onze vier vrijheden. Ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Het raakt iets essentieels in onze samenleving. Namelijk het recht om te zijn wie je bent, te denken en te voelen zoals jij wilt denken of voelen. En kunnen zeggen wat je wil, uiteraard binnen de wettelijke grenzen die daarvoor zijn. En dat heb ik net ook in mijn praatje gezegd. Ik heb geen enkele behoefte om wie dan ook te beledigen. Maar ik wil wel graag in een vrije en open samenleving leven, waar ruimte is voor iedereen. En waar vooral niet gegeneraliseerd wordt. En dan is angst een slechte raadgever. Angst is een hele slechte raadgever. Dat heb ik net ook gezegd, angst voor terreur is een heel begrijpelijke. En die voelen we denk ik allemaal. Maar dat is iets anders dan de angst voor islam. En helaas zie je dat meer dan mij en veel mensen lief is, snel op één hoop wordt gegooid. Is het goed dat Tiel deze herdenking heeft gehouden? Ik denk het wel. Ja, daarmee maak je ook een statement. En daarmee vestig je aandacht op iets wat echt heel belangrijk is wat er gebeurd is. En waarvan ik mag hopen dat het niet vaker gebeurt. Maar dat hebben we al eens vaker gezegd bij aanslagen. Maar het verschil is nu wel dat dit een hele gerichte aanslag was op journalistieke vrijheid. Op de vrijheid van meningsuiting. En in mijn sector is dat natuurlijk, ja, dat raakt mij misschien wel extra hard. Hoewel mij vooral als mens raakt, als inwoner, als burger, als individu. Maar het raakt me ook vanuit mijn professie. Want de essentie van kunst en cultuur is juist elkaar ontmoeten in vrijheid. Achnitov is er voor alle Tielenaren.
en wil ruimte geven aan iedereen, maar ook aan alle ideeën die er leven, gevoelens, fantasieën, verbeelding.